Good morning guys, vandaag is zaterdag. Ik heb vroeg gekookt omdat ik even naar de stad ga om wat zaken te regelen. En kijk, ik begin vandaag met een mukbang. Een mukbang, kijk wat ik heb gekookt, sambal uwa malam vanmorgen. En zo proper met kipfilly. Ik heb geen film gemaakt vanmorgen, ik heb gewoon haast. Daarom begin ik met een mukbang. Eigenlijk moet je met hand eten, maar ik ga weg toch. Heerlijk. Wat koken jullie vandaag? Ik hou niet van brood hè, mensen. Daarom eet ik vroeger eens. Eigenlijk mag het niet. Dus zo proper heb ik een beetje half gaar gekookt. Echt lekker. Peper. Ik weet niet wat ik vanmiddag ga koken. Dit is zo op. Met de halve warm of hè? Morgen ga ik barbecue, guys. Aboeren al? Hè? Ik ga even door eten, guys. Straks weer. Ja, ome sayang. Zeg hallo, allemaal. Hallo, allemaal. Hallo, allemaal, sayang. Yes. Waar is je van? Waar is je van? Wat is dit? Yes, sayang, sayang. Ay, 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 ay
Dag allemaal. Dag allemaal. Ik ben mijn oma. Ik ben mijn oma. Ik ben mijn oma. Oké, weet je dit? Oké, slapen. Oké, slapen. Slapen, slapen. Zeg, ik ga slapen hoor, allemaal. Het is nog schattig, hè? Oh, het staat me nog, toch? Als ik nog een baby ga maken. Het staat me nog, dat zeggen jullie me. Staat het me nog om nog een baby te maken? Op mijn 40ste. 40 plus. Ja. Straks weer, guys. Dag allemaal. Dag allemaal. Goedemorgen, oma. Hello, hello, Tirsa. Goedemorgen, goedemorgen. Goedemorgen, oma. Hello, hello. Pizza. Guys, ik ben al thuis. Ik kwam van de stad. Ik heb mijn zaken geregeld. Zomaar verslik. Ja, ik zou eigenlijk, ik lustte McDonald's. Hè? Ik dacht van, boy, McDonald's is een share meal al 200 zoveel. 210 SRD of 215 SRD. En dat heb ik gezegd, nee man. Ik was wel in de buurt. Dat heb ik gezegd van, nee, laten we Golden Wings gaan kopen. Ik heb Golden Wings gekocht voor 3 piece voor 105 SRD. Het was gewoon worth it. Het was echt lekker. Golden Wings Latour. Dus als ik 2x3 piece koop, dan heb ik genoeg vlees en genoeg patat. Dus ik ga gewoon kijken naar mijn geld nu. Als ik het echt lust en ik kan het permitteren voor die dag, ga ik het wel kopen, maar nu even niet. Zo, wat ik nu ga doen, is mijn partner lust lotis. Lotis is een, laat ik zeggen, pepersoort dat je met komkommer kan eten. Dus verschillende soorten vruchten. Maar ik heb geen lemmetje. Maar ik ga het wel maken. Gelukkig heb ik trassie. Dus trassie met suiker en peper. Ik heb hier pomerak gekocht bij Go To Highway. Dus mijn partner wil het met pomerak eten. Dus ik ga even die spullen halen. Dan ga ik het hier op mijn tafel maken. Oké, guys. Eva. Ik heb hier zijbruine suiker. Ik maak gewoon er, mensen. Ik heb geen maat of wat nodig. Peper. Beetje trassie. Van Sunny heeft altijd een lekkere smaak. Een beetje zout. En dan ga ik even stampen, guys.
Zoveel tamtam. Ik ga hem nu in een kleine pot zetten. En dan ga ik hem opkoken. Maar het kookt het uit totdat het een karamel gedeelte wordt. Ik ga de pomerat nu snijden. Ja, en dan ga ik zo die lotus erin snijden. Die lotus erin schenken. Mag ik er dingen zeggen? Ik ga niet meer wachten. Ik ga een beetje zo iets doen. Dan moet ik even, ja. Het zo laten. En dan gaan we nu eten. Ik ga even eten. Wat? Hey, Baya. Ik ga op balkon zitten. Ga ik jullie zeggen wat lekker is. Een lele wang, een lele lotus. Ja, van nu weten wat het is. Pepere. Lekker hoor, mensen. Pepere. Nog iets. En follower zei me dat je me niet kan vinden op Facebook. Mijn Facebook page is Frank Sim Parjo Taruno. Je moet het vinden. Mijn Facebook is op public. Je drukt Frank Sim alleen. Dan zie je al alles. Je moet even weer proberen. Pepere. Eén pieper maar. De pomerat zelf is lekker, guys.
Heerlijk. Wat ik heb gezet zo net, 1 peper, om en bij 4 lepels, volle lepels suiker, een beetje terasi, een beetje zout en een beetje azijn, omdat ik geen lemmetje heb. Dus als je snel wang lust, probeer het maar. Ik sluit mijn vlog af hier. Ik hoop dat ik morgen weer kan vloggen voor jullie. En don't forget to like and subscribe to my channel. Voor de nieuwe subscribers, welkom. Dankjewel voor het subscriben. Blijf volgen op mijn kanaal. Er komen nog meer verrassingen. Vooral wanneer je elke keer op mijn video comment. Daar let ik ook op. Dus stay tuned guys. Tot de volgende video.